Het ministerie van Defensie is zich aan het voorbereiden op een wet biologische wapens, zegt minister Krishna Kumari Mathura. Op een persconferentie vandaag zei Mathura dat in samenwerking met de United Nations er deze week een workshop wordt georganiseerd. Het gaat erom dat Suriname partij is bij allerlei verdragen die te maken hebben met non-proliferatie en ontwapening. En dus het gaat om tegengaan van het gebruik van massavernietigingswapens en hun bestanddelen. En het zijn die massavernietigingswapens kunnen zijn nucleair, biologische en chemische wapens. En we zijn dus als land partij. En wat betekent dat we ook wetgeving in place moeten hebben die dat allemaal verbiedt. De wet voor chemische wapens ligt al bij de Nationale Assemblee om goedgekeurd te worden. Hetzelfde proces zal worden opgezet voor de wet op biologische wapens. Minister Mathura zegt dat er ook een wet voor een overlijdensfonds voor militairen in voorbereiding is. We vinden dat het heel belangrijk is dat fonds te creëren. Want je ziet dat de kosten toenemen en dat mensen en ook militairen en hun huisgenoten in hele moeilijke posities terechtkomen waar ze de kosten niet in staat zijn te betalen. En wij vinden van als we een fonds creëren en iedereen deelt in het fonds, dan is het makkelijker dat we dat mensen in de gelegenheid stellen om die kosten te kunnen dragen. De workshop die de wet op biologische wapens moet voorbereiden, wordt komende woensdag en donderdag gehouden.